Als we dan toch even naar die programma's kijken. Ja, Roda speelt nog een wedstrijd meer, omdat ze dan vandaag nog tegen Jong PSV spelen. Het zijn nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 7 wedstrijden. Maar Groningen maakt wel een goede indruk op jou ook. Ja, vanaf november al. Die hebben daar op een gegeven moment, in het begin hebben die best wel veel jongens die nu op de bank zitten, hebben nog veel gespeeld. Natuurlijk Kevin van Veen nog gehad in het begin. Natuurlijk wat hommeles, een beetje onrust. Uiteindelijk een iets ander systeem gaan spelen. En daarna zijn die echt gaan draaien. En dat zie je ook. Ook die jongens die ik heb toevallig vandaag en mijn Groningen heb ik bijna de hele wedstrijd gezien. Ja, spelen zo makkelijk. Makkelijk, hè? Ja. Ja. Ja, dus met welk idee kijk je dan naar de slotfase van de competitie voor met een Roda bril? Gaan die het halen, denk je, rechtstreeks? Ja, dat wordt echt net aan. Is Groningen de laatste thuis? Roda-Groningen? Uit. Nee, Groningen-Roda. Cambuur thuis, dus moet het Groningen eigenlijk uit. Dan moet het eigenlijk al beslist zijn. Ja, ja. Maar ja, goed, weet je, ik heb dat zelf natuurlijk ook mogen ervaren toen met Fortuna. Die laatste drie wedstrijden, daar komt zoveel spanning bij kijken. Ja. Is nu al, hè, dat je soms uitslagen hebt. Je zei net al, Toto. Dat is nu al, maar die laatste drie wedstrijden is echt bizar wat er daar gebeurt. Ja, waarbij we hebben dat vaker hier ook gezegd. Kijk, Willem II heeft ook dit gedaan. Ja, maar toen heeft Roda het ook een paar keer gehad. En zeker met een paar jongploegen. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat bij Groningen die laatste 7-8 wedstrijden, dat daar ook niet een keer. Ja, weet je wat hun wel hebben? En ze hebben op papier een best wel een zwaar programma. Hè. Ze hebben NAC nog, ze hebben Willem II nog. Maar alleen dat ligt hun. Ja. Dat ligt hun gewoon enorm. De lichtere ploegen zijn moeilijker. Ja. Dat het ook niet slecht uit wedstrijden bij grote ploegen. Hè? Nee, dat bedoel ik. Maar het programma van Roda is zeg maar op papier tussen haakjes een stukje makkelijker. Hè, net zoals een jong PSV. Nou, vergis je niet. Ja. Ik zei het net al, het zijn jongens die willen zelf ook richting 1 plus. Er lopen een aantal contracten af, die willen zich bewijzen. Bijna het hele seizoen is 90% van die groep is al speelde al samen. Dus die zijn gewend. Vroeger hadden we natuurlijk of eerder dan 5 nieuwe en dan daar weer 5. Dat hebben ze bijna niet. Ik heb ze ook tegen MVV gezien. Ik ken een aantal jongens. En die zijn redelijk stabiel. Ja, dat wordt niet makkelijk. En wat zegt, nu ben je Bassie Bum, jij bent trainer. Wat zegt hij nu, de twee dingen die nu verschil gaan maken om wel te winnen bij Jong PSV? Dat is maar één ding. En dat is gewoon energie leveren en duel spelen. Dat is het. Ja. Gewoon laten zien dat wij mannen zijn en hun opleiders. Ja. Ja. Ja, precies. En dat moet gewoon erin, maar dat moet je niet nu zitten. Daar hoop ik, en daar ga ik ook vanuit bij Bas, dat hij al de hele week daarop hamert. Ja.